Bij Flux S op Strijp en bij het Van Abbe Museum zijn vanmiddag rookbommen ontstoken. De actie Artbom wordt overal ter wereld gehouden en is een protest tegen de minachting voor kunst. We menen dat het met alle kunststellingen in Nederland en ook tot verder buiten nodig is om vandaag om 12 uur rookbommen af te steken. Als een belangrijk en groot signaal naar onze volksvertegenwoordiging toe, naar het parlement. Om ervoor te zorgen dat zij staatssecretaris Haber Zijstra ertoe verplichten om de voorgestelde plannen van een beleidsvisie. Te gaan voorzien en vooral ook zijn plannen door te gaan rekenen. Want op deze manier gewoon met een feitelijk botte hakbijl de kunst en cultuur in de kiem afsnijden is ongehoord en, en geen teken van beschaving. De overheid wil het Nederlandse kunstbudget met 40% korten. Veel kunstorganisaties komen daardoor in de problemen.